Welkom Kas. Dankjewel. Welkom Joren. Dankjewel. Wat leuk om jullie hier te hebben. Um, Dynamo SSS, vorig jaar bij Dynamo gespeeld, hoe is het om uh, tegen je oude clubgenoten te spelen? Ja, het is natuurlijk super leuk om tegen, tegen te spelen, vooral tegen Joris, ook tegen Rick. Ik heb ze wel wat tegen gespeeld, uh, match gespeeld trouwens, met het uh, EK jongerijen et cetera. Dus het is ook super leuk om ze nu weer op het veld te zien en uh, tegenover ze te staan. Dat is ook wel leuk. Um, wel een beetje dik verloren, hoe ging het volgens jou? Nou, we begonnen sterk. Um, de eerste set was 9, zeg ik uit mijn hoofd. Um, we hebben amper fouten gemaakt. De tweede set kwam ss beter in. Dat uh, merkten wij ook. Dat zag je ook in de stand. En, um, maar ik denk dat we het uiteindelijk uh, zakelijk hebben afgemaakt. Uh, hoe is het om uh, tegen de landskampioen van 2019-2020 te spelen? Het is echt een eer om tegen Joris Berkout te spelen. Het is echt superleuk. En uh, ik ben benieuwd hoe hij is gaan schoppen natuurlijk ook uh, in Europa. Tenminste, leggen jullie die druk jezelf op? We hebben zelf uitgesproken dat we landskampioen willen worden, dus uh, ja zeker. En wat verwacht je? Wat is je percentage waarvan je denkt dat het gaat lukken? 100%, absoluut. Oké, okay, dat is uh, mooi uh, ingecalculeerd. Um, je kwam er uh, aan het einde van de wedstrijd in en je pakt het meteen goed op. Tenminste, vond ik. Hoe vond je het zelf gaan? Het ja, ging wel goed. Het uh, is voor mij natuurlijk nog een extra drive om nog beter te gaan spelen. Uh, ja, en ik heb gewoon het gevoel dat ik gewoon veel energie in het moest brengen en agressie. En uh, voor mijn gevoel, bij mij is het gewoon goed gelukt. Helaas heb ik niet kunnen kanten mijn eentje of uh, met het team samen. Dus uh, ja, voor mezelf goed gespeeld. Ja. En jij bent spelverdeler. Je stond er ook uh, drie sets in. Of nou ja, er kwam een keer een dubbele wissel. Maar hoe vond jij het gaan? Prima, degelijk. We zijn bezig met uh, voor mij dan uh, nieuwe dingen. Ik ben. Uh, nu eerste jaar bij Dynamo. Dus uh, dat uh, zie ik steeds vaker terug in de wedstrijden en dat gaat hartstikke goed. Dus uh, veel leren en uh, meteen op naar het landskampioenschap. Precies. <laughs> goed samengevat. Hey, uh, ik wens jullie veel succes in de competitie verder en ik hoop dat jullie uh, nog een keer een potje tegen elkaar spelen en dat dan S6 wint. <laughs> Komt goed. <laughs> <Ja>! <laughs>